Leuk dat jullie kijken bij vlog nummer 3 alweer. Het gaat snel. Volgende week is alweer de laatste vlog van Polen. Maar op dit moment zijn we net wakker geworden. We gaan zo even ontbijten. Dan gaan we weer naar de markt, want we moesten nog wat filmen bij Martin. Dat is zo'n gast die daar een eigen, ja, aantal eigen shops heeft. Hij ook een pyro bunker of zo. Daar zouden we nog even gaan filmen vandaag. Dus we gaan zo meteen naar die markt. Maar het is echt fucking benauwd gewoon. Het is denk ik een graad of 26. En hier in deze hotelkamer... zal ik het even laten zien, want wij worden wakker met de zon op onze kamer. Dat is zo fucking verrot. Kijk mensen, ja, je ziet gewoon ook dat het gewoon warm is gewoon. Moet je kijken mensen, deze hebben we nog staan. Daar waren we niet mee gepakt trouwens. Deze hebben we nog, 6 inch. Pak je cirkelblitz. En nog veel meer hoor, maar... Dat gaan we straks natuurlijk allemaal afsteken en in de volgende video's. Maar we gaan nu even ontbijten, want ik begin wel honger te krijgen. Dus we gaan even kijken wat ze ons vandaag weer te bieden hebben daar bij het ontbijt. Let's go. We zijn weer op het vertrouwde ontbijtlocatietje. Lekkere ei, wat beleg, een kwarkie, tv'tje daarachter. Hé, dat is een van onze dingen van gisteren. Ja, oh ja, dat bedoel ik. Dikke branden, man. In Portugal. Even lekker ontbijten, mensen. En dan gaan we weer richting die markt, denk ik. En daar even wat opnemen. En dan gaan we natuurlijk weer stoken. Dus natuurlijk al vlog nummer 3 van Polen. Ik zie jullie in ieder geval zo meteen. Ja mensen, op dit moment zijn we natuurlijk weer in een vertrouwde shop in Polen bij die nieuwe winkel die zo is uitgebreid. En we gaan natuurlijk weer wat inkopen doen. En even over de markt lopen, het is op dit moment super warm, zelfs hier binnen. En we gaan natuurlijk weer wat inslaan, want we laten ons niet afschrikken door de politie. Dus we gaan weer even kijken wat we gaan halen. En dan gaan we even kijken hoe of wat. Alleen ik denk dat ik die shell, die 6 inch shell misschien niet meer doe of wel. Jullie zullen het vanzelf wel zien in de video's. Maar man, we gaan zo meteen trouwens nog naar de andere winkel van de eigenaar van hier, van Martin. Hij heeft een andere winkel hier zo, die heet de Pyro Bunker, die is nieuw. Dus daar kunnen we ook even naar kijken. Hij heeft volgens mij ook een webshop geopend. Bommasbunker.cz. En naar die winkel gaan we nu zo meteen eventjes. Het is een kleine bunker en dan kunnen we daar ook nog wat filmen. Kijken of ze daar misschien producten hebben die echt gruwelijk zijn ofzo. Maar het is vandaag echt belachelijk warm, man. Het is echt niet normaal. Voor Polen is het volgens mij echt ontzettend warm. Ja. Ja mensen, op dit moment zijn we weer even terug naar het hotel. We hebben wat ingeslagen, niet heel veel. Dat komt allemaal doordat we met de politie aan aanraking zijn geweest. Dat hebben jullie vorige week kunnen zien natuurlijk. We gaan even naar Hotel Margo, pakken we even wat aanstekers en dan gaan we weer even wat stoken. We hebben wel wat zieke projecten op de planning staan. En dan zien jullie ons zo meteen weer. Ja mensen, op dit moment hebben we net even wat beelden opgenomen met rook en zo. Jullie konden het wel zien. En nu zijn we onderweg naar de politie weer. Want we hadden alles daar in die buitenbak moeten gooien. Was dat hier? Ja, dat was daar. Ja, hè? Ja, ik weet niet man. Het zwaait nog door. Maar...
Nee, weet niet zeker. Nee, dat hebben we niet gezien. Nee, dat was daar. Nu gaan we het gewoon proberen terug te stelen. Ja, we gaan kijken of het nog in die prullenbak ligt. Dat zou wel echt sick zijn, man. Toen hebben Teens Soort ook gewoon gejat van ons. Daar mocht dat niet. Ja, ik bedoel, ze hebben ook buizen in beslag genomen. En mijn tapemaker, weet je. Dus we gaan even kijken of er misschien nog wel buiten ligt. Dat zou wel echt sick zijn. Nee, want we hebben van Martin gehoord dat de politie om 11 uur sluit. Ja, maar hij zei ook dat ze dat vuurwerk niet in beslag worden te nemen. Was alleen die daar? Nee, hier naar links. Weet ja. je dat? Ja, ja, klopt. Hier zijn we gereden. Hier reden we, ja. Hier is ook een hotel. Stel je voor, je zit hier. Ja, snap je. Wat voor hotel is dat dan? Ik snap het niet, man. Oh, ja, luister. Daar waren we gepakt, mensen. Bij deze politia. Kijk, nu zijn ze er nog, hè. Als ze we reden gewoon door, maar we kijken even snel naar achter. Zullen we eens naar die prullenbakken? Ja, staat er nog. Kijk, die cake. Ja, zag je die cake? Ja. Zag ze dat daar ook? Op die camera? Zag wel. Ik heb wel... Die cake. Zo. Maar die andere prullenbak is weg. Of stond er ook maar eentje? Nee, stond er ook maar eentje. Zo, ouwe. Kom, we gaan vanavond terug dan. Als ze er niet meer zijn. Sowieso. Want misschien komen ze daar toevallig ineens naar buiten of zo. Vanavond gaan we terug. Dan weten we al of hij hem heeft teruggekregen. We gaan vanavond in ieder geval onze eigen boel even terugsteken. We kunnen nu niet uit die auto aan kijken. Nee, dan je film nog, hè? Klopt. Oké. Okay. Langzaam rijden. Zometeen aan je rechterhand zie je hier zo die Vipercake nog daar staan bij het politiebureau. Zie je? Ik heb hem ingezoomd. Ja, je zag hem. What the fuck, gek? Die Vipercake die stond. Het staat er gewoon nog allemaal. Hopen dat vuurwerk zelf ook nog is. In die bak, ja. Maar ja. Misschien is het vocht geworden. Natuurlijk niet. Het is droog geweest, Pim. Ja. Nou ja, dan gaan we even vanavond terug. Misschien zien jullie dan nog in de video dat we het vuurwerk toch nog terug hebben kunnen krijgen. We zijn nu op de hotelkamer. We hebben even wat nieuws aan jullie nog meer te vertellen. Want we zijn zojuist gebeld door Martin. Hij gaat waarschijnlijk straks naar het politiebureau als hij klaar is met werken. En dan gaat hij proberen ons vuurwerk terug te halen. Ik denk echt serieus, hoeveel euro aan vuurwerk was dat? Ja, 2 minimaal. Ja, minimaal 200-300 euro aan vuurwerk. Hopelijk krijgt hij ook even die boete terug. Ja, mooi. Dus we gaan in ieder geval... we hopen in ieder geval op het beste dat hij wat kan fixen. Want dan kunnen we alsnog alles wat we al hadden gekocht, kunnen we nog stoken. Sowieso mensen, we hadden wel wat liggen hier in het hotel. En dat kunnen we jullie wel even laten zien. Dat is niet heel groot vuurwerk, maar best wel veel. Dat hadden we hier gedropt van 's avonds. Jullie zagen al eerder in deze video dat we een 6-inch shell hadden en een pijlenrekje, maar die liggen in de auto. Dit is nog best wel veel. Dus daar hebben jullie toch nog een... dus dit is desnoods wel een collectie ervan. Hier zitten nog wat losse nitraten in. Pak je P2000. Pak je Colosalut. Dum Bum. Megaboy in het klein. Want kijk maar hoe klein die is. Ja. Hier wat knallers. Circo Blitz, die zijn allemaal 2,5 inch, zie ik zo. Ja, hier hebben er 16 van. Van allemaal zoals Silver Chrysanthemum, Blue Way. En allemaal van die kleintjes. Zo, mooi. We gaan zo meteen weer naar de stooklocatie, mensen. En dan kunnen we weer wat afsteken. Ja, toch? Dus we gaan ervoor. Later. Ja, ja, we rijden weer over het vertrouwde hobbelpaardje. Ja. Jongen, dit is zo slecht voor je banden, hè? Trouwens. Ongelooflijk. Nee, en hier werden we toen achtervolgd door de politie in de vorige vlog. Maar nu gaan we toch nog even wat knallen. Spijt. Biep, biep. En als we hebben gestookt zijn we ook meteen weg, jongen. Maar hier willen we niet meer terugkomen. Want het schijnt zo te zijn, mensen, dat zei die Martin van het hotel, dat er is hier een nieuwe... Wat was het ook weer? Een man die hier zo was voor beschermd genatuur. Wat deed hij ook weer? Hij zei dat er hier een man een huisje heeft of zo die dieren heeft of zo. Dus ja, als die dieren gaan schrikken en zo, daarom belt hij de politie. Maar ja, misschien zijn we daardoor gebeld en is de politie toegekomen. Maar we weten wel dat ze echt keihard racen hier op dit paardje. We gaan even naar de locatie. Over op de markt hier kan je van dit soort sashliks halen, met kip. Is in ieder geval beter dan Mackie, man. Ik zeg eerlijk. Ja, ja. Waarom neem jij hem niet? Oh ja, ik heb ijs. Zo, mensen, moet je kijken hè, wat hier uit de kraan komt.
Dat water is fucking... wit. Ja man, er zit echt gewoon shit in, man. Ik wou nog drinken, ouwe. Hou eens recht. En nu gaat het, trekt het weer weg. Kijk, zie je? Dit komt gewoon uit de kraan, mensen. What the fuck is dit, gek? Weet iemand dat? Laat het even weten in de reacties. Legionella tyfus. Ik weet echt niet wat er uit deze kranen komen, gek. Hey, goed. Daarom zit er ook zoveel rare aanslag op die ding. Op die wat? Oké. Wat zit daar dan? Voor aanslag? IS is hier toch niet? Hallo. Hi. Hallo. Yes. And this one, which one? God, thank you. If you want private money from you, and he say he won't give you the stuff back when you pay something like 500 euro. Yes. 500 euro? Yes. That is it not worth. No, no. This is to the time when I have a place, to the shooting, legal place. Yeah, that's also good, because we... People from the city, maybe we're trying and make this one to me at this. Look, we are still in contact, yes? Yes. And when something new come, I call you. Yeah, thank you. Thank you very much, man. Oh, maybe we'll see. Tomorrow I'm working on the marks, then can you come? Yeah. Yes, we will. Okay. Until tomorrow. Bye, thank you, hè? Bye. Again, thanks. Nou, mensen, zoals jullie een klein beetje konden meekrijgen, Martin, onze contactpersoon van deze markt, die heeft een aantal zaken hier. Jullie weten het allemaal, denk ik, van de afgelopen vlogs. Die is dus naar de politie geweest en die heeft geprobeerd om het vuurwerk terug te krijgen. Dat hij zei, ja, het is voor mijn shop natuurlijk, ook om het te filmen en zo, en dit en dat. En toen vroegen ze 500 euro om dat vuurwerk terug te krijgen. 500 euro, hè? Diezelfde man. Het gaat nergens over. Die 500 euro is dus privé, dus hij zou het in zijn eigen zak steken. Maar laat ik daar wel even voorop stellen dat Martin sowieso een fucking goede gozer is. En jullie weten allemaal waar jullie dus het vuurwerk moeten halen. Want hij heeft ons fucking goed gesupport. Hij is tijdens zijn werk is hij naar het politiebureau gegaan om het proberen voor ons op te lossen en zo. Dus... ja, jullie weten waar jullie moeten zijn als jullie naar Polen gaan. Dat is niet, hij heeft ons niet betaald hiervoor of zo zodat ik dit zeg. Maar hij heeft echt veel werk voor ons gedaan. En, ja, dat is gewoon super, super dope. Hij zei ook dat hij bezig is met een schietterrein te krijgen voor mensen die hierheen gaan. Dat er een soort van groot terrein komt waar je wel mag stoken. En dat dan een soort van voor zijn klanten is. Dat je dan daar gewoon mag stoken. Dat dan alle pyro's daar komen om te stoken. Elke avond en middag en zo. Daar is hij mee bezig. En zodra dat gebeurt. Zodra dat rond is. Dan horen wij wat van hem. Hij gaat het nog één keertje proberen om het vuurwerk terug te krijgen. Om te zeggen van dat het echt voor hem alleen is. Dat hij het terug wil voor zijn winkel. En ja, dan kan hij eventueel het vasthouden tot wij weer hier opnieuw komen. Want het is sowieso niet de laatste keer dat wij hier zijn. Misschien gaan we dit jaar nog terug namelijk. Dus ja, maar goed, we gaan weer even verder stoken. Want het is niet gelukt. Maar goed, jullie hebben het gehoord. We zijn onderweg naar Beeld om daar even een fakkeltje aan te steken. Daarachter zie je een parachute. Zo lijp als je daar boven de markt vliegt, lijkt me, man. Ja, dat is ook een zien, Jan. Hey, dat is ook een oplossing. Als je geen drone bij je hebt, dan doe je dat. Kan je daar gewoon shots van nemen? Kijk, nu heb je goed op beeld, denk ik. Ja, man. Kan je zien wat voor kleur schoenen die heeft? Deze is gevaarlijk bezig, deze auto links, jongen. Er is helemaal niemand. Daar gaan we even naartoe. Kijk hoe zieke shots dat worden daar. Kijk, besef hoe ziek dat is, want je hebt een ziek uitzicht daar, hè? Als jij daarna achter mij gaat staan, daarboven. Eerst op dat ene hoogste steentje. Snap je? Klopt. Kapot hard.
kom, kom. Op dan. Ja, kom. Dat is jouw, oh, er komt er nog één. Als de politie komt, dan kunnen we gewoon wegvliegen met dat ding. Lekker. Let's go, we gaan weer. Op dit moment, mensen, zijn we toch nog even teruggegaan naar het politiebureau. Want misschien ligt er nog wat in die prullenbak, zoals de buizen of zo. We gaan even onze eigen domme terughalen. Ja, dus we gaan even kijken. Het is best wel brutaal wat we doen. Hè? We gaan gewoon naar het politiebureau en we gaan de prullenbak bekijken daar zo. Maar in ieder geval, jullie zien het vanzelf wel. Ik zou het niet hier neerzetten. Oh shit, ken je die auto? Nee, dat kan niet, man. Waarom is die rook? Straks zijn ze aan het stoken hier. Ja, eerlijk, zo fucking. Het is nu donker. We hebben gehoord namelijk dat het politiebureau hier in Sardinia, want het heet Sardinia hier zo, die sluit om 11 uur, oftewel dan gaan ze dicht en dan zijn ze gewoon weg. Fucking apart. Dan kan er alleen nog politie komen vanaf 30 meter afstand of zo. Of 30 kilometer. 30 kilometer ver weg is het eerste, het dichtstbijzijnde politiebureau. En we zagen natuurlijk vanmiddag die Vipercake staan. Die was al afgebrand natuurlijk, maar die zagen we nog bij de prullenbak staan, waar we alles in moesten gooien. Dus we gaan nu nog een keer kijken of er misschien nog in die prullenbak iets ligt. Dat zou wel echt fucking gruwelijk zijn als dat zo zou zijn, man. Ik zeg eerlijk, ja toch? Als er nog iets daar ligt gewoon. Al zou wel dik zijn. Al zou het maar een paar pijlen zijn of zo, weet je, jokerpijlen of die polla's, man. Gewoon even wat leuks of zo. Dus ja, we nemen jullie weer mee op jacht of we het vuurwerk mee kunnen terug kunnen krijgen. Denk het niet, maar je weet het nooit. Dus we gaan weer naar het politiebureau, net zoals daarnet. Even serieus, stel je voor dat er wel wat ligt, maar dat ze dat expres doen om ons om de tuin te leiden, weet je? Dat ze die camera's zien, ze weten in welk hotel we zitten. Kijk, boys, hier zo. Hier zo was toen het geld is kantoor. Stop maar, stoppen die fiets, stoppen die dingen. We durfden het toch niet aan. Dat komt omdat we liepen daar langs en toen zagen we camera's hangen. En het is toch terrein van de politie, weet je wel. Dus ja, we konden gewoon dat niet maken, want we zitten nog een nacht in het hotel. En je weet nooit als er iets zou liggen, wat best wel, de kans was best aanwezig. En we pakken dat ze dat dan morgenochtend zien en dat ze heel erg boos naar dat hotel komen. En dan gaan ze daar weer proberen een slaatje uit te slaan, weet je. Dat wij dat hebben gejat van hun terrein of zo. Dus in ieder geval, we gaan nu terug naar het hotel en dan gaan we even wat te stoken halen. Mensen, we zijn weer terug in het hotel. Even wat korte beelden opgenomen natuurlijk. We wilden naar het politiebureau gaan om te kijken of er nog wat in die prullenbak lag, maar dat ging niet meer door. De laatste dag is morgen alweer aangebroken. Dan gaan we naar de afgebrande markt. Die schijnt al deels open te zijn. Een paar jaar geleden was er een markt hier afgebrand. En daar verkopen ze ook vuurwerk. Dus we gaan even daar een kijkje nemen. En wie weet gaan we nog wat stoken en zo. En dan gaan we nog voor de laatste keer langs Martin's zijn zaken en zo. Dus nog even flink wat vuurwerk filmen. Dat zien jullie allemaal volgende week om 12 uur. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Het was een beetje een rommelige vlog met het zoeken naar, ja, of we misschien het vuurwerk terug zouden kunnen krijgen en zo. Maar ik hoop dat jullie alsnog genoten hebben. We zijn helemaal gebroken, dus we gaan slapen. En dan begint de dag morgen weer vroeg. We waarschijnlijk om 7 uur ongeveer al opstaan. En nu nog eventjes de beelden allemaal op de laptop zetten, zodat die in ieder geval veilig staan. Want je weet het nooit met die politie hier in Polen. En dan zie ik jullie volgende week weer om 12 uur.